Dan even de introductie. Ik ben Richard van Sounds. Patrick naast mij, die gaat samen met mij deze presentatie geven. En Omar, af en toe zal ik de naam Omar, die zit bij ons achter de knoppen. En die laat ook mensen toe als die wat later inschakelen. Nou, dan wil ik nu beginnen met een hele korte, want ja, normaal gesproken zouden we het publiek aanspreken. We willen even kort starten met een aantal vragen aan jullie te stellen. Nou, we gaan, kijk maar even, het zijn drie korte vragen. En ik zie, als het goed is, zie ik hier zo hoeveel mensen hebben gestemd. 3 vragen beantwoorden en dan even aan het einde zeggen submit. Ik zie nog niemand die heeft gestemd. Ja, daar zie ik wat stemmen binnenkomen. Ja, kijk eens. Kijk. Altijd spannend. Kijk, er komen een aantal binnen. Nou, we hebben natuurlijk, want we gaan het over de impact van technologie hebben. Dus vandaar ook een vraag over digitalisering. Dit is in het kader van een traject. Nu bouwen aan morgen. Een platform dat Bouw in Nederland heeft live gezet. Dus daar hebben we ook en dat gaat met name over hoe ziet de bouw er in 2030 uit. Dus vandaar ook de vraag over de bouw in 2030. We gaan het over hoe ga je groeien hebben. Dus vandaar ook nog een vraag over hoe je in deze crisis ook nog een beetje aan een goed inkomen kan komen. Ik ben heel benieuwd naar de vraag. Ik zie dat er steeds meer binnenkomen. Kijk, heel goed. Zo. Nou, we zitten op 60% nu, heel goed. Dan enden we hem nu. Kijk, ik zal eens even kijken wat ik hier aan de uitslag zie. Dit is even een korte enquête. Nou, ik zie toch dat door corona jullie meer gaan nadenken in jullie bedrijven over digitalisering. Dat is heel mooi. Ik zie ook best wel een groot deel die zegt, nou, eigenlijk geen impact. Ik moet zeggen, vanochtend toen ik wegreed bij huis en ik zag de bouwplaats weer, ja, die is ook best wel nog steeds vol. Dus ook is de impact van corona daar echt. Dan 2030. Ja, ik zie ook een hele hoop mensen die zeggen, ja, geen grote impact door robotisering. Ik zou bijna zeggen, ik zou deze vraag misschien aan het einde ook nog willen stellen. Want misschien dat er dan wel een andere uitslag is. En robotisering 3D, ook grote impact. Dus ik zei, en ik denk dat misschien nog wel, dat die 24% die dus heeft gezegd van, nou ja, geen grote verandering investeringen stopt, dat die misschien aan het einde ook wel zeggen van, nou, het zullen er ook wel, die zullen misschien ook wel bij die grote meerderheid komen. En dan de laatste vraag. In coronatijd, je kan in juli een mooie opdracht doen. Ik zie dat de meeste mensen kiezen voor de tweede optie. Dus €100 per dag en dan elke dag 3% toenemen. Nou, als het goed is, komt Patrick daar zo meteen in zijn verhaal op terug. En ook dan, als we die vraag aan het einde stellen, ben ik benieuwd welke optie er gekozen gaat worden. Ik wil graag het woord geven aan Patrick om de volgende deel te gaan starten. Wat is werk? Patrick, aan jou het woord. Ja, gaan we doen. Dankjewel Richard. Goedemorgen, mijn naam is Patrick de Lange. Ik ben founder van Sound. En met Sound hopen we zoveel mogelijk bedrijven te helpen met de laatste inzichten. Hoe kunnen we technologie zo goed mogelijk inzetten? Het is belangrijk, vinden we, dat iedereen de potentie van technologie snapt. Dat iedereen snapt wat je in potentie met technologie kunt doen. Anders gaat technologie iets met jou doen. En ik denk dat in de huidige situatie waarin we allemaal gedisrupt zijn op een bepaald moment door de coronacrisis, in meer of mindere mate gedisrupt zijn, of door het wegvallen van werk, of door ineens 10 keer zoveel werk te krijgen, dat we die potentie meer en meer serieus moeten gaan nemen. Future of work. Ja, dan is het wellicht handig om te beginnen met, wat is werk dan eigenlijk? Even kijken of mijn klikker ook daadwerkelijk het doet. Volgens nog niet. Wat is werk? Normaal gesproken sta ik voor een zaal vol mensen en stel ik de vraag aan deze, of stel ik de zaal deze vraag. Maar wat is werk? Nou ja, waarom krijgen we betaald? Waarom krijgen we elke maand een bedrag op onze rekening gestort? Nou, dat is omdat we bepaalde problemen oplossen of resultaten boeken. En hoe komt het dat je resultaten kunt boeken? Je kunt resultaten boeken omdat je bepaalde taken uitvoert. En je kunt bepaalde taken uitvoeren omdat je bepaalde vaardigheden bezit. Nou, dus kunnen we samenvattend eigenlijk zeggen dat werk het hele proces is van je bezit vaardigheden. Met die vaardigheden voer je taken uit. En met die taken los je problemen op of boek je resultaten. In ieder geval voeg je een bepaalde waarde toe. Dus als we het over werk hebben, dan bedoelen we dit gehele proces. En dat begint dan vervolgens bij vaardigheden, bij skills. En wat is dan een vaardigheid, als die zo belangrijk zijn voor het hele werkproces? Nou, een vaardigheid zou je kunnen omschrijven als hetgeen je weet en je doet en hoe je toepast wat je weet en wat je doet. En tegenwoordig gaat alles zo snel dat je ook nog aan toe zou kunnen voegen, niet alleen wat je weet, wat je doet, maar ook wat je op dit moment aan het leren bent of aan het afleren bent en hoe je dat gebruikt. Dus dat is heel belangrijk. Maar wat is er nu met die vaardigheden aan de hand? We zien al over een langere periode dat de levensduur van bepaalde vaardigheden exponentieel aan het afnemen is. Vroeger zaten we op school en konden we 30 jaar lang buigen op dezelfde vaardigheden. Wat je leerde op school kon je nog steeds toepassen in de praktijk. Nou, dat is inmiddels veranderd aangezien de levensduur van vaardigheden op dit moment teruggebracht is tot ongeveer 5 jaar. De waarde van een vaardigheid, een aangeleerde vaardigheid, halveert binnen 5 jaar. En voor sommige hoogtechnische beroepen, hoogtechnische vaardigheden, halveert die kennis zelfs, of die waarde van die vaardigheid zelfs in 2 jaar. En dat betekent dus dat het van belang is om die ontwikkelingen, waar de meest actuele en de meest waardevolle vaardigheden op gebaseerd zijn, enorm bijgehouden moeten worden. En het grappige is dat de kennis die die vaardigheden met zich meebrengen, dat de kennis waar die vaardigheden op gebaseerd is, ook steeds sneller verandert. En daar is ook iets grappigs mee aan de hand. Want we weten dat kennis op zich een paradox in zich heeft. Er is sprake van een paradoxaal element in kennis. Want zoals Yuval Harari ook in zijn boek aangeeft, des te meer we weten, des te slechter zijn we in het voorspellen van dingen. En dat komt eigenlijk, stel je bijvoorbeeld voor, we vinden de nieuwe regels van de economie uit. We vinden een aantal basisregels uit. Dat betekent dus dat deze nieuwe basisregels gaan leiden tot nieuw gedrag van mensen. Mensen gaan zich aanpassen aan deze nieuwe kennis. En dat betekent dus dat nieuw gedrag leidt tot afwijkingen van bestaande theorieën en daarmee bestaande voorspellingen tot de geschiedenis gaan behoren. En dit systeem van paradoxale kennis, des te meer we weten, des te slechter worden we in het voorspellen van dingen, is unstoppable. En waarom is dat nou unstoppable? Nou, dat komt omdat onze kennis steeds sneller veroudert. En dan gaat het met name om relevante kennis. Want als we slechter zijn in het voorspellen van zaken, gaan we steeds meer kennis vergaren om toch beter te kunnen voorspellen. En dat leidt niet tot betere voorspellingen, maar eigenlijk tot slechtere voorspellingen. Echter, we hebben het wel nodig, deze kennis, om onze economie te laten draaien. Economie waar we steeds meer groei vandaan krijgen en die ons rijkdom, gezondheid, energie, die ons van alles brengt. Tevens is het zo dat er geen experts op de wereld meer zijn die alles weten. We hebben artificial intelligence als ontwikkeling of als technologie. We hebben genetische technologie. We hebben nanotechnologie. Er is geen expert die alles weet. En deze technologieën, maar ook deze ontwikkelingen, die beïnvloeden elkaar op een hele ingewikkelde manier. Dus dat betekent eigenlijk dat niemand het gehele systeem meer begrijpt. Laat staan dat iemand het hele systeem kan stoppen of afremmen, want we weten dat dat ook weer slecht is voor onze economie. Kortom, een brei, bijna een catch-22. Je weet niet aan welke touwtje je moet trekken om de knoop juist uit elkaar te krijgen of strakker in elkaar te draaien. Dat is momenteel een beetje wat er aan de hand is op het gebied van werk en iets breder in maatschappelijke en economische zin. Maar hoe zijn we hier dan uiteindelijk gekomen? De klikker doet weer even vervelend. Dan moet ik af en toe eventjes dit doen. Hoe zijn we hier gekomen? Nou, overzicht hier van, van werk. Hoe heeft werk zich oorspronkelijk ontwikkeld? 90% van onze tijd hier op aarde heeft de mensheid niets anders gedaan in de vorm van een hunter-gatherer, zaden en noten verzamelen en in onze dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Vervolgens gingen we door experimenten ondervinden dat we plantjes konden laten groeien, dat we dieren konden gaan fokken. Kortom, de noodzaak om van plek naar plek het nomadische bestaan te geven en te hebben, dat verloor een beetje, dat verdween een beetje naar de achtergrond. Kampementen werden steeds groter, er kwamen kleinere communities, kleinere boerderijen en op een gegeven moment ontstonden de kleine steden. Door de ontwikkeling van stoom aan het einde van de 18e eeuw kregen we ook de transitie van hand naar machinearbeid en de tweede industriële revolutie aan het einde van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, zorgde met name door spoorwegen en telefoon en de uitvinding van elektriciteit uiteraard, voor een enorme uitwisseling van mensen en ideeën en eigenlijk daardoor ook de eerste vorm van globalisatie. Nou, dat in het IT- en computertijdperk leidde dat alleen maar tot verdere efficiëntieverbeteringen, kwaliteitsverbeteringen en vervolgens stapten we in de, en dat is eigenlijk aan het begin van deze eeuw, in de periode van digitalisering. En deze periode wordt wel eens aangeduid als een vierde industriële revolutie. Maar eigenlijk is dat nonsens. Het is geen industriële revolutie. Het is eigenlijk een contra-industriële revolutie. Dat komt omdat tastbare producten steeds meer overgaan naar software. Patenten worden belangrijk, data wordt belangrijk, customer relations worden belangrijk. Dus eigenlijk, gezien vanuit een producerend oogpunt, zijn het geen concrete producten meer en wordt deze industriële revolutie toch ook wel eens contra-industrieel genoemd. Als we dus verder inzoomen op de laatste periodes, zien we ook dat met elke periode er steeds een onderliggende nieuwe economische waarde bij kwam. Ten tijde van mechanisatie was dat natuurlijk grond. Als je grond bezat, had je rijkdom. Vervolgens ging het over naar grondstoffen en het ging niet over naar grondstoffen. De economie stapelt deze waarde. Er komt dus eigenlijk steeds een waarde bij. In de periode van automatisering ging dat met name over productiemiddelen. En nu in de huidige periode van digitalisering zien we dat data, software, patenten, ideeën, customer relations, daar eigenlijk de waarde in zit. Dus de waarde wordt niet vervangen. Nee, de economie stapelt ze. Dat is belangrijk om te vermelden en om te onthouden. Tevens is het belangrijk om te snappen dat de periode tussen de verschillende fasen, van mechanisatie tot en met digitalisering, ook steeds sneller verloopt. En er gebeurt ook steeds meer in die periode. De Future Hunters in New York, een zeer, zeer invloedrijk consultancybureau, noemt dat templosion. Er gebeurt meer in een kortere periode. En vervolgens wat belangrijk is om te snappen, is dat steeds waar er een overgang is tussen van de ene naar de andere fase, dat er sprake is van een samenvloeiing van technologieën. Zoals dat bij de industriële revolutie ging om spoorwegen en telefoon. En van automatisering naar digitalisering ging dat met internet, e-commerce, cloud en artificial intelligence. Om een aantal van die ontwikkelingen te noemen. Waarvoor tegenwoordig zoveel verschillende experts dus nodig zijn, dat we het gehele systeem eigenlijk niet meer snappen en kunnen overzien, laat staan kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Des te meer we weten, des te slechter kunnen we voorspellen. We hadden ook niet gedacht dat we nu allemaal thuis zouden werken. So, WTF. What's the future? Wat gaat er dan gebeuren? Wat is de volgende periode die ons staat te wachten? Nou, eigenlijk voorzien we een conversie of een convergentie tussen technologie aan de ene kant en biologie aan de andere kant. Tot voor kort ging het met name om technologie om ons heen. En we zien nu eigenlijk met het kleiner worden van technologie, zoals bijvoorbeeld nanotechnologie, en het steeds beter snappen van het menselijk lichaam. DNA wordt niet voor niets wel eens de software van de mens genoemd. Op de agenda van de 21ste eeuw de biotechnologie, of de fusie tussen technologie en biologie zal komen te staan. En dat versnelt zich dus allemaal exponentieel. Als we die eerdere fase eens in deze periode, vanuit dit perspectief bekijken, zien we dat er eigenlijk de laatste 100 jaar exponentieel veel meer gebeurt. En er steeds sneller allerlei ontwikkelingen zijn. Technologie brengt ons dus heel veel. Brengt ons heel veel goede zaken. Een toegenomen levensverwachting, meer mensen die in een democratie leven, een enorme afname wereldwijd van armoede. De hoeveelheid energie die we kunnen vangen neemt exponentieel toe. Zoals bijvoorbeeld ook het aantal mensen dat we per minuut kunnen vermoorden. Ook dat neemt en is enorm toegenomen. Zelfs zoveel dat het risico van oorlog afgenomen is. Omdat iedereen weet dat oorlog eigenlijk leidt tot twee kampen die verliezen. Bovendien, vroeger diende oorlog om met name veel tastbare rijkdom ergens te vergaren. Nou, we hebben net geleerd dat alle rijkdom tegenwoordig in abstracte zaken zit. In data, in patenten en in kennis. Dus ja, val Californië maar binnen om Silicon Valley te overmeesteren. Wat heb je eraan? Wat we ook verder zien is dat exponentieel de adoptie van nieuwe producten en diensten wereldwijd enorm is toegenomen. Daar waar telefonie er 75 jaar over deed om 50 miljoen users te gaan gebruiken, deed Pokémon Go dat in slechts 19 dagen, zoals we op deze slide zien. En even iets actueler. Ergens volgens mij in het begin van het vorige millennium hadden we de Zwarte Dood. De Zwarte Dood deed er 20 jaar over om van China naar de Atlantische kust te komen. Nou ja, we hebben gezien natuurlijk hoe dat met COVID-19 is. Volgens mij heeft dat er 20 dagen over gedaan om van de oorsprong in Wuhan naar Europa te komen. Nou ja, dan hadden we het al even in de vraag over een inkomen aan het begin van de presentatie. Hè? Stelden we de vraag, wat wil je nou eigenlijk? Stel je voor je begint een zomerbaantje, vakantiebaantje in juli. Hoe wil je eigenlijk afgerekend worden? Wil je conform de CAO afgerekend worden, 100 euro per dag en een toename van 3%? Of wil je een exponentieel salaris? Wil je op dag 1 1 cent, dag 2 2 cent, dag 3 4 cent, etc. In de vraag stond abusiefelijk de derde dag 3 cent, maar we bedoelden natuurlijk 4 cent. Dat betekent dus eigenlijk, als je gekozen hebt voor het antwoord dat je 100 euro per dag wil, versus de 1 cent per dag en dan een toename, dat op het moment dat het 18 juli is, je eigenlijk in een exponentiële, op een exponentiële loonstrook eigenlijk, op dag 18 net zoveel verdiend heeft als degene die 100 euro per dag krijgt. En vanaf dat moment gaat het eigenlijk alleen nog maar harder en staat het om te beginnen. Dat is ook echt één van de redenen dat zoveel start-ups, zoveel nieuwe bedrijven gebrand zijn op het neerzetten van een exponentieel businessmodel, gebruikmakend van de nieuwste technologieën. En zo zijn er 23 wetten en wetmatigheden en principes wereldwijd waar de nieuwe bedrijven zich van bedienen. Bedrijven die met name gebrand zijn op een businessmodel dus, wat zich bedient van nieuwe technologie. En ze gebruiken deze wetten als de norm om te kijken naar hoe zetten we onze organisatie in. Hoe staat het met onze ways of working? Houden we ons aan deze 23 wetten en wetmatigheden? We lopen er even heel snel doorheen. De eerste 5 hebben betrekking op hardware. Gebruiken we als organisatie de snelheid en de bandbreedte die exponentieel toenemen? Gebruiken we het feit dat de kosten voor opslag en benodigde energie enorm afnemen? Dat zijn de eerste 5 wetten, eigenlijk de eerste 5 eikpunten van nieuwe organisaties. Vervolgens software. Zijn we 10 keer goedkoper, maar zijn we misschien 100 keer sneller? Hebben we genoeg tijd ingepland voor het project? Want de law of Parkinson zegt dat werk zich altijd uitdijt, zodat de tijd die er beschikbaar voor is, ook gebruikt wordt. Nog meer wetten over software. Hebben we genoeg en de juiste mensen? Zien we onze organisatiecultuur terug in onze product offering of onze service offering? En ik vind zelf de law of joy wel leuk. Maakt niet uit waar je werkt. De slimste mensen werken toch ergens anders. Vervolgens twee zeer mensgerichte wetten. Die van Amara en die van Metcalf. Nou ja, bijvoorbeeld een telefonienetwerk. De law of Metcalf gaat over network effects. En die stelt dat de waarde van een netwerk in verhouding staat tot het kwadraat van de aangesloten users. Dat geldt niet alleen dus voor een netwerk in social media, maar bijvoorbeeld ook voor een telefoonnetwerk. Een nieuwe gebruiker van een telefoonnetwerk bijvoorbeeld heeft niet alleen waarde voor de nieuwe gebruiker, het heeft ook waarde voor iedereen die al in het netwerk zat. Nou, dat is eigenlijk de basis van Metcalf. Amara's law is heel belangrijk, omdat we nog wel eens onderschatten wat technologie op lange termijn gaan doen. Jullie hebben wel eens een filmpje gezien van de mensen die bijvoorbeeld gevraagd worden of ze een mobiele telefoon hebben in 1991. Dat mensen zeiden, we kunnen toch een brief sturen? Nou, we weten inmiddels allemaal hoe het met de mobiele telefonie is afgelopen natuurlijk. De volgende wetten gaan over de markt. Verspillen we goedkope bronnen? En sparen we dure bronnen? Focussen we op bijvoorbeeld winner takes all? Zijn we de eerste? Werken we met een minimal viable product? Dus een hele basisfunctie met veel nieuwe releases. Amazon doet dat heel slim. Die zegt bijvoorbeeld, we maken eerst een press release. En ga dat vervolgens toetsen. Want een press release, een persbericht, is veel makkelijker aan te passen dan een nieuw product. En pas als we het persbericht gevalideerd hebben bij de juiste doelgroepen, et cetera, gaan we bouwen. En de laatste wetten, die van Clark tot en met de Law of Bell, hebben we voldoende snelheid. Zijn we 10% of zijn we 10 keer beter? Creëren we een nieuwe markt? Bijvoorbeeld de Law of Bell. Die zegt dat elke 10 jaar er een nieuw programming platform komt. De laatste die we hebben was de smartphone. En we gaan nu langzamerhand over naar smart dust. Ik heb daar een leuk filmpje over. What is smart dust? Now, smart dust devices are small, wireless, microelectric mechanical sensors, often called motes, that can detect everything from light to vibrations. It is a tiny dust-sized device, 0.15 millimeters by 0.15 millimeters, or roughly the size of a grain of salt. Now, this device is fitted with extraordinary capabilities. It has nanostructured silicone sensors which can spontaneously assemble, orient, sense, and report their local environment. This new technology combines sensing, computing, wireless communication capabilities, and autonomous power supply with a volume of only a few millimeters. It is very hard to detect the presence of the smart dust, and it is even harder to get rid of them once deployed. Leuk is dat DARPA, het Defense Agency en Research Project, Defense Advanced Research Project Agency van de Verenigde Staten bezig is om vliegende smart dust te maken. Dus dan heb je denk je dat er een vlieg op de muur zit, maar is het stiekem een drone bijvoorbeeld. Dat is de wereld waarin we momenteel leven. De wereld waarin we leven is natuurlijk ook die van exponentiële groei versus die van disruptie. En sinds COVID weten we allemaal hoe disruptie ongeveer voelt. Want er waren hele bedrijfstakken die ineens tot stilstand kwamen. En bedrijfstakken die ineens de groei en de vraag zagen verveelvoudigen. Maar dit is in het plaatje wat er daadwerkelijk gebeurt. Nog even met de voorbeelden van Google die YouTube kocht. Of Facebook in 2014 die WhatsApp kocht voor 19 miljard. Er werkt op dat moment 53 mensen bij WhatsApp. Dat betekende dat er een waardecreatie was van 345 miljoen per werknemer. En je ziet ook in de curve met value creation, met waardecreatie die exponentieel loopt, versus de lineaire lijn, zoals wij mensen vaak denken. En het gat daartussen is die van disruptie. En daar wil ik even met jullie verder over praten. Want wat is disruptive innovation dan daadwerkelijk? How does a small young company beat an industry giant on its own turf? Through what Harvard Business School professor Clayton Christensen calls disruptive innovation. It works like this. Big players focus on sustaining innovation, upgrading existing products and services to attract higher paying customers. But soon, they start to ignore all the regular customers who just want simple, low-cost alternatives. That's where the entrepreneurial company jumps in with that basic offering. The big guys stay focused on more profitable customers and begin to overserve, adding bells and whistles no one wants to pay for. Meanwhile, the disruptor improves its product to appeal to more people. By the time the incumbent notices, the disruptor has already started to take over the market. Ja, disruptie. Wat betekent dat dan? Nou, wordt gekenmerkt door de 6 D's. Digitized, deceptive, disruptive, dematerializing, democratizing en natuurlijk demonetizing. En hier zie je het schematisch weergegeven. Het is van belang om de exponentiële groei te benutten, dat je een product eerst gedigitaliseert. Dan vervolgens zie je de Law of Amara aan het werk. Vanwege de exponentiële toename zie je in het begin vrij weinig, dus mensen verwachten er weinig van. Maar er gebeurt wel degelijk iets, namelijk de groei wordt voorbereid. Vervolgens, omdat het gedematerialized is, hè, kijk naar de cd's die er niet meer bestaan, en muziek die nu digitaal is, is het veel makkelijker om te distribueren, veel goedkoper om te distribueren en wordt het vervolgens toegankelijk voor iedereen. Nou, dat is een beetje de fase, even heel snel doorlopen, die er in de 6 D's van de disruptie zitten. En daar worden met name door traditionele bedrijven op gereageerd, eigenlijk te laat op gereageerd. Eerst wordt ontkend dat er iets gebeurt, vervolgens gaan ze het valideren. Vervolgens proberen ze in te halen en vervolgens zijn ze te laat en worden ze gedwongen om zich terug te trekken uit de markt. Een voorbeeld van een bedrijf dat zichzelf echt extreem goed daarop heeft ingericht is Amazon. In 2018 zelfs de luchtvaart ingegaan, terwijl ze 24 jaar eerder als een simpel boekhandeltje, e-commerce boekhandeltje waren begonnen. Bezos heeft zijn empire dan ook echt ingericht als een experiment. Veel investeringen zie je vooral aan de rechterkant en veel gekochte bedrijven. En hij is continu aan het experimenteren en aan het testen. Wat is interessant, wat kan ik toevoegen om zomaar de markt voor te blijven en te kunnen inspelen op een steeds sneller veranderende markt en natuurlijk ook steeds meer kennis te vergaren. Als we dat dan even kijken naar hoe dat gesteld is met innovatie en research and development in de bouwwereld, ja, dan zie je toch eigenlijk dat dat wat tegenvalt. Het meest recente onderzoek, dat zegt misschien ook wel iets wat ik kon vinden, ging ervan uit dat hier in 2018 bijna 60% van de bedrijven geen dedicated innovatie of R&D budget heeft. En dat het aantal mensen dat ermee bezig is in de bouwsector eigenlijk ook tegenvalt. In bijna de helft van de bedrijven is dat er maximaal 1. En er is eigenlijk in bijna 60% van de gevallen ook geen vastgesteld innovatieproces. Hoe doen we dat dan? Nou, tot zover even mijn onderdeel. Wat zijn dan de voorbeelden van de bedrijven die zich momenteel bedienen van de laatste technologie? Vooral ook toegepast op de bouw. Hè? Onderschat het niet, dat komt er echt aan. Laat je niet verleiden om ten prooi te vallen aan de Law of Amara. Ik nodig Richard graag even uit om met jullie door alle voorbeelden en exponentiële technologieën te lopen die momenteel dus de bouw transformeren of zullen gaan transformeren. Alsjeblieft. Dankjewel, Patrick. Vergeet niet tussendoor vragen te stellen via de chat. Hopelijk dat we aan het eind nog een paar minuten de tijd hebben om jullie vragen te beantwoorden. Exponentiële technologieën. Het World Economic Forum heeft daar onderzoek ook naar gedaan, een aantal jaren geleden. En ze hebben toen gezegd van, er zijn een aantal technologieën die heel belangrijk zijn bij het transformeren van industrieën. Zoals artificial intelligence, big data, maar ook robotisering. AR, VR, nou, jullie gaven al in de vragen aan dat jullie verwachten dat daar een grote impact van zal zijn. En ik ga aan de hand van deze 8 categorieën, ga ik jullie meenemen in, zoals Patrick al zei, in een aantal voorbeelden. Die zullen zowel van buiten de bouw als van binnen de bouw zijn. Maar ik zal er ook een link leggen naar het corona, want wij zien op deze aantal van dit soort technologieën echt veel impact ook door corona. Om met de eerste te beginnen, artificial intelligence. Ja, dit plaatje kennen jullie natuurlijk allemaal. Waar zit precies de hond in dit plaatje? Soms moeten we het zelf aangeven, maar inmiddels doen heel veel computers Die gebruiken deze data om vervolgens te zorgen dat daar besluiten over genomen kunnen worden. En dat is eigenlijk ook wel, als je kijkt naar de klassieke programmeren, waarin we met regels en met data proberen om antwoorden te krijgen, zien we dat met machine learning, de computers die voor ons eigenlijk alles bepalen, heel veel data voeden, heel veel antwoorden geven en daar komen allerlei regels uit. En dat is echt aan het versnellen. Die trainingsdata, dat gaat ontzettend rap op dit moment. Helaas echter, ook hier weer een link even naar de bouw, zien we uit onderzoeken dat dat in de bouw nog echt heel beperkt is. En dat de bouw ongeveer onderaan staat in het gebruik van artificial intelligence. En als reden waarom dat dan wordt aangegeven, waarom dat dan zo is, wordt vaak gezegd, ja, er is toch een gebrek aan kennis of aan mensen die hier echt mee aan de slag kunnen gaan. Nou, nu zou je misschien zeggen van, ja, door corona komen er misschien wat meer mensen beschikbaar. Maar ik hoorde net op de weg hier naartoe op de radio dat juist op het gebied van IT er nog steeds grote tekorten zijn. Ook nu nog steeds. Maar als je goed zoekt, dan vind je echt wel een aantal voorbeelden, ook in de bouw, van bedrijven die daar mee bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld startup Alice, die AI inzet om slimmere planningen te gaan maken. Of SmartFit, die gebruik maakt van AI om veiligheidsrisico's in de bouw in te schatten. Van Alice heb ik een kort filmpje en ik zal sommige filmpjes dus even heel kort aanklikken om even een korte indruk te geven en daarna ook weer doorgaan gezien de tijd. Maar zoals gezegd, jullie krijgen de links naar de filmpjes, dus jullie kunnen ze ook op je gemak nog thuis verder kijken. Every construction project has countless moving parts that require scheduling and rescheduling to stay on time and under budget. Planning can take months of hard work and leaves you with only one or two options. And when it comes time to reschedule, say goodbye to your nights and weekends while you struggle to keep up. Now, there's a smarter way to schedule using Artificial Intelligence Construction Engineering, or ALICE for short. Nou, die zou ik zeker even nog verder gaan kijken, want dat is absoluut interessant. Maar ook op het gebied van, ook door de huidige crisis, corona, zien we dat AI steeds verder wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een snellere scancontrole, maar ook op het gebied van gezichtsherkenning of temperatuurcontrole bijvoorbeeld. En steeds meer data hebben we verzameld, op dit moment ontzettend veel data. En nu ook met corona zul je zien dat er steeds meer data beschikbaar komt van temperatuur dus, van mensen, et cetera. Dus AI is heel belangrijk. En ik denk dat jullie dat in de bouw ook zeker, er wordt heel veel data ook bij jullie verzameld. Dus ga daar vooral mee naar kijken. Een tweede aspect is autonomie. Ik heb hier een aantal voorbeelden over autonomie. Ik laat een aantal filmpjes tegelijk lopen. Bovenin zien jullie Wheelie. Dat is eigenlijk een autonome buurtwinkel die zelfrijdend is. Kun je zelf via een app je spullen ophalen. Hij is in Shanghai al in een pilot succesvol geweest. Hij is winstgevender, goedkoper dan de traditionele buurtwinkel. En onderin zie je ook een filmpje doorlopen van de T-pod van Einride en DB Schenker. En dat is een autonome auto, elektrische vrachtauto die in Zweden is gaan piloten. Mobi is the store that will fix this. Here's how it works. So how do you shop? You open the store with your phone. You enter, take what you need, and leave. Yep, it's that simple. The products you leave with are registered in the app and then charged to your account. This means you can enter the store, buy a bottle of lemonade and a chocolate bar in less than 20 seconds. En als we verder gaan met automatisering, dan is de volgende vorm natuurlijk ook robots en drones. Rechts aan de linkerkant zien jullie Doxel, een start-up die met drones de bouwplaats inspecteert. En wie had gedacht dat drones, hè, we zeiden altijd van ja, dat is iets wat ze in China doen. Maar ja, inmiddels door corona weten we dat ook drones in Nederland gewoon ingezet worden. Want onderin loopt een filmpje mee van een drone die een aantal weken geleden op het strand mensen aan het waarschuwen was om afstand te houden. En als we dan naar drones en robots verder kijken, dan zien we ook een aantal mogelijkheden in de zorg. Met zorgrobots. We zien ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar, en dat is aan de rechterkant, de Hadrian X. Ik weet niet of jullie daar al van gehoord hebben. Maar ook dat is eigenlijk een stenenlegrobot die in een dag een huis kan bouwen. Ik laat dat filmpje kort even zien, maar absoluut een aanrader om verder in te gaan kijken. En het kan natuurlijk ook met robots actie zijn. Dat is bijvoorbeeld, ik weet dat dat ook al veel besproken wordt, maar toch zie je ze volgens mij nog maar weinig echt op de bouwplaats. Het exoskelet. Oh yeah. Oh wow. Geholpen door oh. There's the smile machine. That's crazy. I'm wearing something called the ExoVest. An exoskeleton that makes lifting things easier by shifting pressure from your arms and shoulders. Hoor je mij wel? Hopelijk ben ik nu wel weer te verstaan. Dit soort dingen kunnen ook misgaan. Wij wisselen gewoon van microfoon. Ziet er misschien iets minder uit. Maar nou, ik hoop dat jullie de laatste minuten hebben meegekregen. Ik ga in ieder geval verder met Internet of Things. Op de 6/2020, dus dat is nog behoorlijk in het begin van dit jaar geweest. En ook nog vrij recent. Heeft Toyota haar plan gepresenteerd voor de Woven City. Een nieuwe stad. Een levend laboratorium waarin verkeersstromen worden gescheiden en autonoom rijden mogelijk te maken. Maar ook een stad, volledig ondergronds, dat stukje heb ik er even uitgeknipt voor nu. Bevoorraad en overal sensoren om schijn, slim, veilig en schoon. Old traditions through new technology. And each block is home to a mix of spaces for living and working and playing. Below ground, we find the entire infrastructure of the city. En deze stad die moet nog gebouwd worden, maar bijvoorbeeld de Alibaba City Brain in verschillende Chinese steden is al live. Daar wordt nu al met camera's mensen in de gaten gehouden, sensoren die kijken waar het heel druk is. En inmiddels hebben we ook in Nederland, Apple en Google zijn in het kader van corona bezig met Bluetooth tracking. En Nederland is een van de 22 landen wereldwijd. Die daarmee aan de slag gaan en de mogelijkheid krijgen om met die technologie te gaan werken. Dus IoT is zeker niet iets van de toekomst, echt iets wat er nu gaat gebeuren. Dan nog even snel een aantal andere voorbeelden. 3D-printen, ja, iets wat in de sector volgens mij echt wel veel naar gekeken wordt. Links zien jullie een plaatje van in Dubai. Dat is het op dit moment in ieder geval het grootste 3D-geprinte huis gebouwd ter wereld. Opgeleverd in januari van dit jaar. En rechts een filmpje van de Maxi printer. Een Frans bedrijf heeft dat ontwikkeld. En die kan je gewoon mobiel meenemen naar de bouwplaats. Dat is dus gewoon een hele snelle en slimme printer. Maxi printer, developed by French company Constructions 3D, is a turnkey solution for concrete 3D printing on site. This large-scale 3D printer is capable of creating. En dan als laatste, AR, VR. Dat is niet een technologie waarvan het World Economic Forum heeft gezegd van nou, die is transformatief. Wij zien zelf dat als een hele belangrijke technologie. Waarom? Het is eigenlijk, de front-end van heel veel technologie. Het is eigenlijk de user interface van heel veel technologie. Dat is dus augmented of virtual. Ik heb deze twee filmpjes, de augmented kant de HoloLens, die dus echt de digitale wereld naar de werkelijkheid brengt. Maar ook de virtuele wereld, dat is het filmpje rechtsonder, waarin een aantal ontwerpers samen virtueel een auto ontwerpen. Nou, dan hebben jullie in ieder geval een indruk. Dus de toekomst van werk, is die er nu of is die al werkelijkheid geworden? Het zal in ieder geval heel veel impact hebben in hoe wij met elkaar samenwerken. En Patrick gaat jullie meenemen in die toekomst van werk en hoe die eruit gaat zien. En dan ga ik ondertussen de microfoon aan Patrick weer geven. Sorry voor de onderbreking, niet gedesinfecteerde microfoon. Maar dan gaan we nog even door met de Future of Work. Nou, één ding is in ieder geval duidelijk. Richard wil iets uit beeld gaan. Er wordt momenteel meer dan ooit, met name door COVID-19, door de coronacrisis, gesproken over de toekomst van werk. Dus ja, hoe ziet de toekomst eruit? We hebben net geleerd dat des te meer we weten, des te slechter we kunnen gaan voorspellen. En nu zou ik me dan aan een voorspelling moeten gaan wagen. Maar wat ik wel wil proberen is in ieder geval om signal versus noise. Dus wat is het signaal uit alle clutter dat komt te gaan duiden. Nou, een paar dingen. In ieder geval, de Future of Work is veel dichterbij gekomen. Veel dichterbij gekomen van enerzijds een hypothetische manier van zo zou onmiddellijke prioriteit. Naar, hè, het is inmiddels veranderd. Kijk bijvoorbeeld eens eventjes naar het plaatje rechtsboven. Daarin zie je het feit dat bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Italië veel mensen videocalls zijn gaan gebruiken. En dat dat bijna in de helft van de gevallen zelfs voor de eerste keer is. Dus iedereen wordt nu gedwongen om eigenlijk remote tools en online tools te gaan gebruiken. In de US is er onderzoek gedaan. En het blijkt dat er een enorme toename is inderdaad van videoconferencing, maar ook van remote learning en telemedicine. Zelf ook hebben we verschillende, in de privésfeer dan, gewoon Skype-calls met doktoren in het ziekenhuis gehad. Gewoon omdat de polykliniek niet toegankelijk was voor patiënten. En we zien het tempo waarop het gebeurt eigenlijk alleen nog maar toenemen. Dat betekent aan de andere kant ook niet dat al het wat nieuw is, op het moment dat dingen weer genormaliseerd gaan worden, dat het altijd zal blijven. Want sommige zaken, daar zullen we achter komen, werken ook gewoon niet. Grappig is, dit filmpje is van Facebook, is van een aantal dagen zelfs geleden, volgens mij gisteren of eergisteren. Bij Facebook hebben ze wel een idee over hoe de toekomst er daadwerkelijk uit gaat zien. Dat is op deze manier. Ze noemen dat mixed reality en ze zeggen van joh, het commuten is iets van de verleden tijd. Je commute tegenwoordig alleen maar door je headset op en af te gaan zetten. En vervolgens zit je in je werkomgeving. Nou, ik denk zelf dat dat mee gaat vallen. Ik denk dat het vooral afhangt van wat voor functie je hebt. Wat is de customer job? Wat is wat je moet gaan doen? Kijk, voor een project update, voor een status update, voor het uitwisselen van informatie is een videocall natuurlijk prima geschikt. Maar als je baan is, het creëren van een relatie, het maken van human connection, dan zullen er toch echt nog steeds, ook na de pandemie, nog steeds kopjes koffie gedronken gaan worden. En als je nu denkt van ja, weet je, maar ik ben werkzaam in de bouw en bij ons gaat het toch echt om onsite zaken en dat zal echt niet zo snel gebeuren. Nou ja, A, herinner je dan de Law of Amara nog, hè? Waarbij we zeggen van joh, technologische ontwikkelingen worden eigenlijk altijd onderschat. En B, dan wil ik je ook eens eventjes meenemen naar Disperse. Het voorbeeld hiervan, Disperse gebruikt momenteel AI om de workflow op bouwprojecten te verbeteren. Ze gebruiken een 360 graden camera en projectmanagers en inspecteurs op de bouwplaats worden geholpen om issues te herkennen voordat ze daadwerkelijk gebeuren. En wat ze uitgevonden hebben, is dat op het moment dat er personen in beeld komen, dan blurden ze het gezicht altijd om de privacy van de constructors te beschermen. Maar het blurren van die gezichten geeft ook een prima inschatting van de afstand waarop mensen zijn en de afstand tot elkaar. Dus we zijn nu de AI van dit systeem, van deze oplossing aan het inzetten om te kijken hoeveel mensen in welk proces aan het werk zijn en op welke afstand en hoe ze dat veilig kunnen gaan doen. Een ander voorbeeld is dat de future of work aan het veranderen is in die zin dat normaal gesproken we nieuwe dingen aan het maken waren die in een bestaand werkproces gingen passen. En dat we het nu omdraaien. Dat we nieuwe tools hebben die bijvoorbeeld safe social distancing moeten afdwingen. En dat we merken dat we het werk aanpassen aan het nieuwe tool. Juist omdat safety en social safe distancing een belangrijk groot goed is geworden. Een mooie is dit voorbeeld van Blackline. Ook voor de bouw, waarin heel duidelijk close contact reports aan het einde van de dag opgeleverd kunnen worden. Kortom, met wie ben je wanneer in contact geweest? Wat natuurlijk ook weer te maken heeft en afgeleid is van de tracking en tracing van verschillende overheidsinitiatieven die er nu zijn. Nou, wat betekent dat nu verder? We zien eigenlijk ook een aantal onveranderde dingen. Er is nog steeds sprake van een toenemende digitalisering. Dus we zullen ook daadwerkelijk moeten gaan leren samenwerken met technologie. Snappen waar technologie goed in is en waar wij als mensen goed in zijn. En om zo goed te kunnen en optimaal te kunnen samenwerken en gebruik te kunnen maken van technologie. Als je in potentie snapt wat je met technologie kunt doen. Het is belangrijk dat je in potentie snapt wat je met technologie kunt doen. Anders gaat technologie iets met jou doen. Je moet dus technologie zijn gang laten gaan om te zorgen dat het repeterende, saaie werk van technologie eigenlijk de robot uit de mens haalt, zodat er ruimte is voor creativiteit en het oplossen van complexe problemen. En echt het leren en het afleren, ook het afleren is een skill die enorm belangrijk zal worden. Nog een aantal ideeën. Wat zou de future of work zeker in deze tijd ons kunnen brengen? Er wordt geschreven dat hoofdkantoren een statussymbool worden. Dus dat het echt een statussymbool is van bedrijven die zich dat nog kunnen veroorloven. Business travel gaat enorm veranderen. Office buildings worden conference centers. Mandatory, dus verplichte medische screening op de werkvloer. Betekent ook dat we eraan gaan wennen, zeker als we remote blijven werken, dat een werkgever ons beter en ook remote in de gaten zal moeten gaan houden. Dus een soort remote monitoring. Wat voer je nu eigenlijk uit? Middelmanagementposities kunnen ter discussie komen te staan. Een arbeidsvoorwaardenpakket zou bijvoorbeeld ook het inrichten van een thuiswerkplek kunnen omvatten. Vanuit de industriële revolutie werken we nog steeds, hoewel het in de bouw toch redelijk anders is, maar werken we nog steeds 9 to 5. Dat waren de oude uren zoals die ingesteld zijn tijdens de industriële revolutie. Nou ja, die waren al aan het schuiven, maar zullen nu nog sneller gaan verdwijnen. Hoe modieus gaan onze mondkapjes worden? Dat is natuurlijk ook een vraag. Nou, tot slot nog even iets verder vooruit kijken. En daarmee neemt natuurlijk, hebben we geleerd, de onzekerheid nog verder toe. Maar wat gaat er dan, als de pandemie allemaal weer een beetje afgezwakt is, op de agenda staan voor deze 21e eeuw met betrekking tot werk? Nou, als de werkeloosheid weer een beetje opkrabbelt, zullen we zien dat meer en meer mensen door digitalisering voor een baan aan het concurreren zijn met technologie. Of in ieder geval zullen moeten leren samenwerken met technologie. Veel ervaringen, veel customer journeys, veel processen worden nu met behulp van techniek en technologie contactloos ingericht. Dus dat betekent vaak het gebruik van technologie. Wat als daar dus mensen aan toegevoegd worden voor een nog betere customer experience. Economische groei die alleen maar groter en verder gaat, heeft ons veel gebracht. Heeft ons toenemende energie gebracht. Welvaart, democratie, een hogere levensverwachting. Maar heeft ons ook ecologische instabiliteit gebracht. En het is belangrijk dat we snappen dat we onszelf eigenlijk moeten gaan beschermen tegen de krachten die we hebben. Niet alleen dood suiker momenteel. Meer mensen op aarde dan buskruid. En gaan er meer mensen dood aan obesitas en aan ondervoeding. Maar het is ook belangrijk dat we snappen dat we momenteel een globale impact hebben en een toenemende impact op de wereld. Dat zien we eigenlijk al door de krachten waarmee COVID-19 om zich heen grijpt. Hoe snel is dat? Dus dat betekent dus ook zoveel impact hebben we op ons, op onze omgeving. En als laatste, een hernieuwde aandacht voor wetenschap en biologie en technologie. En een combinatie daarvan. We zullen de potentiële nieuwe outbreaks en pandemieën willen beheersen. We zullen ook veel effort gaan stoppen in het snappen van biologie. En nog meer energie gaan stoppen in het toenemen van levensverwachting. Daarmee zelfs de dood te slim af willen zijn. Maar vooral dat menselijk leven op aarde het grootste goed is wat we ons eigenlijk kunnen voorstellen. Ik verwacht dat die drie zaken de agenda van de 21e eeuw zullen vormen. En ik ga daar vanzelfsprekend graag met jullie over in gesprek of in discussie over deze agenda. We hebben nog een andere agenda, namelijk die van de komende weken. Want er komen ook nog een aantal workshops aan. En daar weet Richard weer van alles van. En ik ga op een hele technische manier, hopelijk op 1,5 meter. Doet hij het weer? Hij doet het als het goed is weer. Hij doet het weer. Nou, ja. Hartstikke goed. Dat is mooi, want dan kan jij de microfoon ook bij je houden. Ja. Want dan gaan we zo meteen ook even kort nog wat vragen beantwoorden. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Ik ga naar de volgende. Want we hebben geprobeerd jullie vanochtend, op deze vroege ochtend, een aantal perspectieven mee te gaan geven. Het creëren van nieuwe perspectieven. En wat je ziet, bepaalde bedrijven hebben juist ook baat bij deze coronacrisis. Supermarktpicnic, online supermarktpicnic, heeft een enorme groei gezien. Thuisbezorgd doet het echt heel goed in deze tijd. En digitalisering is dus echt belangrijk om dat te begrijpen, in te gaan zetten in je bedrijfsproces, voor zover je dat nu nog niet doet. En met deze eye-opener hebben jullie een eerste perspectief willen geven. Maar hierna is het echt aan jullie. Dit webinar nodigt iets minder uit voor discussie. Dus we hebben samen met Goitsen van Jongbouw Nederland een opzet bedacht dat wij in de komende maand, in juni, zullen we met een aantal mensen, dat zullen niet alleen Patrick en ik gaan doen, maar dat zullen ook Jules, Jeroen en Gerben, die hebben vandaag ook meegekeken, zitten vandaag er ook in. En die zullen jullie aan de hand van een aantal perspectieven, we hebben er hier 5 staan, dat zijn ook de perspectieven waar we later in het platform nu bouwen aan morgen, er zullen ook allerlei cases te vinden zijn. En wij gaan graag met jullie daarover in gesprek, over die impact en over die opzet. En wij denken dat dat heel belangrijk is. Dat je daar met elkaar over in gesprek gaat als sector. Omdat je ziet dat de wereld heel snel verandert. En zeker in deze tijd. Want als je hier kijkt, deze uitspraak is een hele mooie. Er zijn decennia waar er niets gebeurt. Nou, wij zitten nu in een aantal weken waar echt decennia aan het voorbijgaan zijn. Dus we nodigen jullie graag uit om daarop in te schrijven. Jullie krijgen dat via de mail. Hopelijk hebben jullie daarmee dus ook geïnspireerd. En gaan jullie dus ook aan de slag om die verandering te bewerkstelligen. We hebben een aantal vragen gekregen, Patrick. Dus die wil ik aan jou gaan stellen. Via de app. Eén daarvan was van Jelle Hegeman. Die vroeg zich af hoe je AI kunt inzetten. En moet je dat zelf doen of gebruik maken van beschikbare software? Je moet wel kijken naar welke data je hebt. Dat is van belang. Wat voor data heb je in je bedrijf? Of wat voor dark assets heb je? Wat voor processen lopen er waar je potentieel data uit kan krijgen, waar je nu nog geen data uit hebt? Dus het is vooral van belang dat je een betrouwbare, goede dataset hebt. En dan vervolgens klein gaat beginnen. En gaat kijken waar je het voor het beste kan gaan toepassen. Voor met name analyses, dataprocessen en mogelijkerwijs uiteindelijk ook voorspellingen. Oké. En over data gesproken, Menno Mulders die vroeg zich af als je data gaat verzamelen, heb je ook heel veel risico's. Ik denk dat hij veiligheidsrisico's bedoelt. Zie jij nog andere risico's van het verzamelen dus van heel veel data? Dat buiten kijf dat privacy belangrijk is. Ja. Mag je de data gebruiken die je ook wil gaan gebruiken? Datakwaliteit is heel belangrijk. De dataset moet niet te klein zijn. Dat zijn een aantal criteria die van belang zijn om met data te gaan werken. Maar vooral, van wie zijn de data? Wat mag je ermee doen? En zorgen dat de dataset die je hebt betrouwbaar is. Maar vooral ook dat je het algoritme goed toetst. Want vaak is een algoritme een mening van een programmeur vertaald naar code. En dat moet je vooral goed in de gaten hebben. En het algoritme niet als black box gaan beschouwen. Wees daar kritisch op. En laat het ook auditen dat het daadwerkelijk doet wat het moet doen. Oké, dankjewel. Ik zag nog een vraag van Maarten voorbij komen. Ik zie ook dat we eigenlijk door de tijd zijn. Maar ik zal deze vraag nog even heel kort. Maarten vraagt zich af, ja, de bouw kenmerkt zich door veel MKB'ers, veel ZZP'ers. Die zich vooral aan het produceren zijn en minder misschien op het verbeteren van processen. Ik kan me dat best voorstellen in deze sector. Ik kan me aan de andere kant ook best wel voorstellen dat juist dit soort middelen, via online, even in de ochtend voordat je naar de bouwplaats gaat, of juist in de avond als je thuis komt en net hebt gegeten, dat je denkt, nou, ik ga dan toch even kennis opdoen, ik ga dat verzamelen, dat er juist nu ook misschien wel meer middelen zijn, toch? Ik vergelijk dat altijd maar met fit worden in een sportschool. Hoe word je fit? Je wordt niet fit door 1 of 2 dagen per jaar de hele dag in de sportschool te zitten. Je wordt fit door 3 keer per week een uur te gaan. Hetzelfde geldt voor het bijblijven, het vergaren van kennis, het snappen wat er nu gebeurt en het mogelijk kunnen voorspellen en anticiperen op wat er gaat gebeuren. Dat is gewoon een kwestie van in je systeem krijgen, leren en dat in je systeem krijgen. Oké. Nou, dankjewel. Ik hoop dat de antwoorden waren. In ieder geval. Ja, nou, dat hoop ik ook. Maar mochten mensen nu... Er is nog 1 vraag. Er is nog 1 vraag hoor van Omar. Kijk, er komt er nog eentje binnen. Het huidige businessmodel binnen de bouw biedt geen mogelijkheid om in een exponentieel model te zetten. Moet je opnieuw beginnen? Poeh, dat is een interessante. Ja. Weet je, vaak is het... het grappige is dat de grootste fouten worden gemaakt doordat we iets zeker weten. Ja. Dus neem vooral aan dat je dingen niet zeker weet. En het kan zeker van belang zijn om naast een bestaand businessmodel inderdaad, of naast een bestaande organisatie, helemaal opnieuw te gaan beginnen. En te gaan experimenteren. Ja. Gewoon klein beginnen, snel kijken, valideren, het probleem valideren, het product, et cetera. Om te kijken of het werkt en hoe je het eventueel snel zou moeten veranderen. Om wel bij een valide businessmodel uit te komen. Ja. Nou, de vragen blijven binnenstromen, dat vind ik goed nieuws. Ruud zie ik ook nog binnenkomen om je vooraf te focussen. Ik denk dat het heel belangrijk is om wel focus aan te brengen. Maar ja, het ingewikkelde van deze wereld, je weet niet precies welke kant op gaat. Hè? En als ik kijk naar snelheid in de bouw, heel veel bouwprojecten duren echt jaren. Als ik dan nieuwe dingen zie, zoals bijvoorbeeld 3D-printen, waar soms in een dag iets wordt gebouwd. En ik hoor jullie inderdaad zeggen van ja, dat zal wel, dat gaat niet zo snel gebeuren. Ja, tot het moment dat er bedrijven komen, zoals bijvoorbeeld Google, die zeggen nou, wij gaan het wel doen. En daar zijn voorbeelden van dat soort technologiebedrijven die echt stappen ook in die bouwwereld aan het zetten zijn. Maar we gaan daar graag ook met jullie verder in gesprek. Zoals gezegd, we gaan discussiesessies organiseren online. Dat zullen kleinere groepen zijn, zodat we ook echt met jullie die discussie kunnen aangaan. En kunnen kijken waar de mogelijke innovaties liggen. Welke stappen je daarin kunt zetten. Dus we nodigen jullie van harte uit om daarbij aanwezig te zijn en daarop in te schrijven. En mochten jullie tussendoor vragen hebben, dan kunnen jullie uiteraard bij ons terecht. Patrick en Richard, onze QR-codes staan hier. Dan kom je direct op ons LinkedIn-profiel. Misschien een laatste ding over focus. Als ik daarop terug mag komen, nog 1 ding. Ik denk dat het zeker belangrijk is om te focussen op wat je gaat doen. Maar besef je ook dat als je als bedrijf zelf iets gaat doen, het niet betekent dat je het alleen moet doen. Het zelf doen is niet hetzelfde als iets alleen doen. Dus kijk naar partners. Kijk of je met kleinere bedrijven gezamenlijk een gezamenlijke focus kunt vinden waarmee je toch zoveel mogelijk krachten, ervaringen en mogelijkheden verzamelt om binnen een gedefinieerd plan slagkracht te creëren. Oké, dankjewel Patrick. Dankjewel voor jullie aandacht. Veel succes deze werkdag en we zien jullie hopelijk snel ook in juni weer bij onze workshops. Dank jullie wel. Dankjewel.